Wat zei je? Delegeren kun je leren. Nou, ik blijf het doodeng vinden. En wat vind jij ervan? Een hele goede morgen mensen, welkom bij een nieuwe vlog, een gloedje nieuwe vlog op mijn kanaal. Leuk dat jullie hebben aangeklikt. Mijn naam is Tineke en ik ben van het kanaal Vloggende 50-plusser. Het is zaterdag, bijna middag. Ik zit even op de klok te spieken, ja. We hebben hier al de hele morgen voor de Olympische Spelen gezeten en Irene Schouten op de 3000 meter heeft de eerste gouden plak binnengehaald voor Nederland. Ja, heel trots. En wat is dat toch een ontzettend eenvoudig, leuk, spontaan meisje. Ja, zo leuk. Helemaal geen air aan de kont. Echt een leuke meid. En ik gun het haar van harte. Wij gaan straks naar Celine de paard toe. Hè, die uit de kluiten gewassen pony. Dag Romke, we zijn weer op pad, onderweg naar Celine toe. En Romke is ook mee. En Romke, natuurlijk is Romke mee. Het is mooi weer joh, wow, trek me maar weer. Ja, eigenlijk krijgen ze hier gewoon te eten wat ze op kunnen. Ja. Het komt eigenlijk nauwelijks voor dat er geen eten is, toch? Nee. Net zoals wij dus. Zo bijzonder hoor. Ja, maar eet ook lekker door. De maagje van een paard loopt heel de dag door. Ja, bij ons komt het alleen als we eten, maar bij een paard loopt het gewoon door. Dus als ze geen eten krijgen, hebben ze wel wat zuur in de maag. Oh, zo. Delegeren kun je leren. Ja, goed verdeeld. Hallo! Nee, hoeft niet. Hi! Zo mooi is erin hoor. Nou, ik blijf het doodeng vinden. Maar goed, Sneek zegt dat hij lief is. Ja, ik geloof dat hij heel lief is. Hij is heel aanhankelijk. Maar ja, het is wel, wat is het, 600 kilo? 500 kilo wat op je afkomt, hè? Ja. Ook wel even op, mama. Hè? Ook wel even op. Nee, ik ga er niet op. Laten we dat maar niet doen, want dan voelt hij dat er heel zwaar iemand op hem zit. Dat vindt hij misschien niet leuk. Zo, we zijn in Rien, maar dat verstaan jullie waarschijnlijk niet, want het waait heel hard. Het waait super hard. Dus... Goedemiddag, het is zondag. En ik ben onderuit geweest met Romke. Want Christie wil graag Olympische Spelen zien. En het was zo slecht weer. Echt vreselijk. We gaan eens even verzinnen wat we zo gaan doen. Ik denk dat we even met Romke gaan uitwaaien ergens. Nou, dat lukt wel, want het waait hard. En ik hoop dat het nu wel weer droog is. Maar het is overal zo nat, de putten lopen gewoon over. En ik heb net even de vlog weer zitten kijken van de vloggende bestemming. Oh, heerlijk. Die zitten heerlijk in hun blote bassie op het strand van Portugal. Oh, heerlijk. Ja. Maar ik ben weer ontzettend duizelig. Mijn evenwicht is echt slecht weer. Ik stond vanmorgen al op en toen was het al mis. En toen zou ik douchen en ik denk, laat ik voor de grap eens even op de weegschaal gaan staan. En dan sta je dus op die weegschaal en dan buig je voorover om te kijken hoeveel je weegt. Nou, dat lukte dus niet. Want ik belandde ergens tegen de muur aan en ik kon me nog net vasthouden. En normaal is het dan zo, als ik dan weer terugbuig, dan weet ik hem vaak wel weer op te vangen. Maar ik bleef dus draaien. Dus ik heb me... aan de deurpost en de muur heb ik me meer of meer vastgehouden. Want ik ging gewoon. En nou, toen ging ik daarna douchen. En dan moet je je bukken om de shampoo te pakken. Want ik heb geen rekje in mijn douchecabine. Dat moet ik nog maar eens hebben. Dus ik ga dan door mijn knieën, zonder mijn hoofd te buigen, op de tas die shampoo pakken. Ach jongens, dit is echt een drama. Dit is niet leuk. Dit is niet om te klagen hoor. Maar ik vertel het gewoon eventjes. Ja, ik lach er maar om. Ik heb dit vroeger ook gehad. En toen is het echt zo lang goed gegaan. Maar ja, ik heb laatst ook ontzettend last van mijn nek. Of dat er ook mee te maken heeft. Kijk, normaal gesproken is deze kwaal te wijten aan gruis bij het evenwichtsorgaan. Dat gaat dan enigszins samenklonteren. Op het moment dat je dus een bepaalde beweging maakt met je hoofd, gaat dat klontje op een zenuw drukken, waardoor je dus gigantisch gaat draaien. Of tenminste, dat evenwichtsorgaan die zendt signalen naar de hersenen van, hey, ze is aan het draaien, wat dus helemaal niet zo is. En ze zeggen dan dat je het eigenlijk over je heen moet laten komen. En naarmate je dat goed over je heen laat komen, wordt dat klontje gewoon weer gruis, waardoor het dus... waardoor je duizeligheid weer afneemt. Want dat drukt dan niet meer op die zenuw. Dus kijk, dan kan je dat het beste doen als je in bed ligt. Even flink zorgen dat je flink duizelig wordt. Dan zakt het weer af. Maar voor het zover is, ben je kotsmisselijk. Want het is in principe gewoon wagenziekte wat je hebt. Hè? Dus, nou ja. Ik heb er maar weer mee te dealen. Ik hoop dat het opknapt, want ik vind dit niet leuk. Ik heb van de week ook, ik wil even gezellig met de auto ergens heen. Ik wil naar de Action. Ik wil nog zo'n soort stafeltje erbij hebben. En ja, dan moet ik echt met de auto, maar dat gaat hem niet worden. Nou, we hebben even een lunch achter de knopen. En we zullen weer terug naar de auto. Celine gaat straks bij ons eten. Die is weer aan het schoonmaken. We lopen even door de haven heen. Met alle mooie zeilbootjes. Daar ligt zo'n oud geval. Niet echt oud. Nagebouwd. Replica. Mooie pandjes hier in Harlingen. Prachtig hoor. Hoe hoog het water staat. Dit zijn de palen. Kijk, die steigers die zijn los. Die bewegen mee met het water, maar dit is de waterstand. Niet best. Zien jullie dan? Zien jullie iets? Nee. En wat vind jij ervan dat ze er weer zijn? Vind je dat wel leuk? Of denk je liever niet? Hm? Snow? Remy? Ja, poesjes hè? Ja. Zo, het is alweer vrijdag jongens. De werkweek zit er weer op. De zon schijnt. Ik ben net thuis. Christie is ook thuis. Die had ook een en ander te doen. Dus die is even een half dagje vrij. En ja joh. Het is zo lekker nu. Het is fris, maar ja, we hadden gisteren ook regen. Vanmorgen nog zelfs. Het is helemaal opgeklaard. Het is heerlijk. Het waait lekker. Maar ja, het lijkt zo'n stuk vriendelijker hè? Als de zon schijnt. Heerlijk jongens. Ik heb de twee kattenbeesten op bezoek. Die heeft Celine gisteren al gebracht. En dan komt ze vandaag vanuit de stal naar ons toe. Dan blijft ze bij ons eten en slapen. En dan gaat ze morgen vroeg op de boot naar Terschelling. Dan brengen wij haar weg. Want dat parkeren is heel erg duur. Dus ja, dat scheelt haar ook weer. Wij vinden het wel best. Dus we halen haar zondagavond weer op. Dan passen wij op de kat en we passen op Jack. Wij moeten Jack verzorgen van het weekend. Oh, ik geniet helemaal. Ik loop hier in ons dorp. En hiernaast loopt de Zwette. De Zwette gaat helemaal door naar Leeuwarden. Vanaf Sneek dan ook. Als je naar Leeuwarden gaat vanuit Sneek, dan kom je hier door ons dorp heen, door de Zwette, langs de Zwette. Is dit helemaal eerlijk? Hé? Hey? Hé, hey, Romke. Ligt een op jouw plaats? Hé. Hey. Ligt Noah zomaar op jouw plaats? Hé? Hey? Zo, ik was weer even aan het editen met deze video. Het is ook geen end aan, dus ik moet hem maar even afsluiten. Bedankt voor het kijken. Steek nog even een duimpje omhoog als je het een leuke vlog vond. En lieve mensen, abonneer je ook nog even op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Meer dan de helft van mijn kijkers is niet geabonneerd. Dus ik zou het heel erg leuk vinden als jullie gingen abonneren. Want dat is helemaal gratis. Jazeker. En als je abonneert en je drukt dan ook eventjes dat belletje in, dan krijg je altijd een berichtje wanneer ik weer iets geüpload heb. Dus dat is hartstikke leuk, toch? Ja. Nou, blijf gezond mensen. Tot de volgende vlog. En fijn weekend. Doei doei.